Ik ben Tim Zwijnenburg. Ja, de kunstvorm die ik mezelf aanneem, scrap metal art. Eigenlijk samenstellen van onderdelen, gereedschappen, allerhande materialen van ijzer. Ja, op die manier een nieuw beeld construeren eigenlijk. Ja, ik was altijd al van jongs af aan bezig met het maken van dingen. Ik heb altijd heel veel plezier gehad in handvaardigheid op school. Dat was eigenlijk het enige wat ik leuk vond. En met name tekenen in mijn schriften. Niet zozeer de rekensommen of andere dingen. Een oud collega van mij, Dre Edelbroek, is ook een hele goede artiest. Die heeft mij geholpen met het kopen van een lasapparaat. Ja, die heeft zelf ook hele gave werken gemaakt waar ik zeer... Ja, zeer van onder indruk was. Ja, en toen ben ik zelf begonnen. Met dit soort werken als gevolg eigenlijk. Ik ben in het begin veel op internet gaan kijken. En ja, toen kwam ik al heel veel werken tegen die tussen goed en heel goed. Er is dan één artiest, die heet Harriet Mead uit Engeland. En dat is voor mij echt een groot voorbeeld, zeg maar. Dat niveau wil ik bereiken. Het begint echt met het idee. Het is echt dat ik voor mezelf weet wat ik wil maken. Daar zoek ik dan later materiaal bij. Dat zou een zaagvis kunnen zijn als je dit uiteraard zo op zaagvis en een leuk blokje eronder. Hartstikke tof, toch? Ik probeer zo gauw mogelijk een bepaalde opzet te krijgen om een beetje anatomie op af te stemmen. En dan ga ik later op zoek naar mijn onderdelen en moet ik elk dingetje een beetje overwegen om voor mij esthetisch verantwoord neer te zetten. Maar ja, het is een hele zoektocht om alles bij elkaar te krijgen. Ja. Ik wilde eigenlijk gewoon een hertenkop gaan maken. Dan ga ik zoeken en bij elkaar samenstellen en ja, plakken als het ware, lassen. Ik weet wel dat ik dit speciaal ben wezen zoeken en dat ik daar nog wel extra deuken in heb geslagen, maar dat was al een bestaande vorm die hierin zat. Het is, ik dacht, een hitteschild dat ooit eens om een uitlaat heeft gezeten. Ja, dat was precies hetgene wat ik zocht om die hertenkop te maken. Ja, hoe kom ik aan die materialen? De ene keer dan kom ik iets moois tegen bij een kringloopcentrum. Ook bij de autosloop hier in de buurt. Van anderen en wat ik krijg. Ja. Nou, dit is de nieuwe vangst voor vandaag, zeg maar. Ik ben vanmorgen even langs de kringloop gereden in Almkerk. En weer gave spulletjes gevonden. Ik heb ook wel wat uitgeprinte plaatjes en foto's die ik dan ophang, bijvoorbeeld daar, en dan heb ik wel een leidraad. Maar bijvoorbeeld bij dit werk begin gelijk te maken en dan wanneer ik vastloop, dan ga ik eens een keer zoeken naar een plaatje. En dat doe ik gewoon simpelweg op mijn telefoon, hou ik het erbij en kijk een beetje naar de belijning. Ja, en je kijkt een keer van boven, van onder, van de zijkant. En je gaat eens een keer zitten. En
Ja, zo komt dat tot stand. Ja. Ik stond eigenlijk vanuit het keukenraam te kijken. Iets verder in de tuin waren daar ook echt twee verzandhanen aan het vechten. En dat, heb ik een kwartier lang kunnen aanschouwen. En eigenlijk heb ik op die manier ook de positionering van die twee hanen een beetje kunnen neerzetten. Ik heb ooit dat zadel gezien zoals Picasso het aan de muur had hangen. Daar boven het fietsstuur, zeg maar. En ik kwam dat zadel tegen en toen dacht ik ook gelijk van ja, ik wil daar ook een stier van maken. Ik wilde dat op mijn eigen manier doen. Het is opgebouwd uit vier scheppen en twee kolenschepjes. En ik heb ook geprobeerd om bepaalde stukken zo ongerept mogelijk te laten. Bijvoorbeeld dat neusje, dat is niet zelf geklopt. Dat is het achterkantje van een kolenschepje. En vervolgens zijn dit dan de zijkanten van dat schepje. Natuurlijk heb ik daar wel iets aan gebogen. Maar het is in zijn eenvoud nog steeds zoals het was. Dit is mijn manier van het zadel. Zoals dat erin verwerkt zit. Echt een bucketlist is er nog niet, maar ik zou gewoon heel graag een ateliertje willen waar dat ik mezelf kan ontplooien. Met meer ruimte kan ik misschien ook grotere werken gaan maken. Ik ben er nog lang niet klaar mee. Het is wel een bevlogenheid die ik moet beoefenen. Hoe dat zich gaat ontwikkelen, dat weet ik ook nog niet. Nee, ik hoop wel dat er alsmaar een stijgende lijn in blijft zitten en dat ik mezelf kan blijven overtreffen.